Wat vindt u van de uitslag van de verkiezingen? Wat vindt u van de uitslag van de verkiezingen? Ja, tegenvallend, denk ik. Oké, en waarom? Ja, ik vind voor mij de verkeerde partij gewonnen heeft. Goed, voor Nederland, ja. Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk op televisie alles gezien. En zo alles in mijn gedachten. Maar er is wel wat, dat er gaat veel veranderd. In al die jaren. Voor de oorlog had je geloof ik 5 of 6 partijen had je. Ja, toen had je een klein stukje papier op je tafeltje liggen. En daar is de krant. Dus ik bedoel maar. Nou, verrassend hè? Toch wel. Ja, wat vindt u er verrassend aan? Dat toch de VVD weer heeft gewonnen. Nou, het was wel een beetje te verwachten als je het vergelijkt met de opiniepeilingen allemaal. Ik heb het niet echt gevolgd, maar ik vond wel... Ja, mij maakt eigenlijk niet zoveel uit wie het wordt, maar... Ik vond de VVD ook wel goed, dus die mocht er voor mij ook wel worden. Nou, ik vind het wel terecht zo een beetje. Nou, dat Rutte weer premier is, niet die ander. Hij is een goede leider. Ik denk ook D66 een goede leider zou zijn. Nou, ik ben blij dat PVV niet de grootste partij is geworden. Daar ben ik heel eerlijk in, ja. Het was wel spannend. Voor het eerst eigenlijk, laten we zeggen, na alle verkiezingen waren ze saai. En deze was echt een beetje, het had wat. Ja, VVD, hè? Dat is helemaal top. Voor de ondernemers kan niet beter. Dus, Gelukkig dat het klaar is. Je kunt geen tv-programma opslaan, maar je wordt er doodziek van. Wat was het meest opvallend bij deze verkiezingen, vond u? Ja, dat onrust heerst. Zeker de afgelopen weekend over Turkije. Inderdaad, dat het denk ik ook wel mee te maken heeft. En ik vind dat we ook maar even moeten ophouden over van, ja, dat over migranten en illegalen en dat soort. Dat de kiezers niet strategisch gingen stemmen op een gevoel. Spannender was het toch? Als je dacht aan die Wilders, iedereen die zou op Wilders gaan stemmen, waren het niet dat ze hem toch in de steek hebben gelaten. Ja, natuurlijk wel die enorme klap van de PvdA, maar dat was natuurlijk ook al verwacht. En verder zie je natuurlijk toch wel dat de samenleving wel wat meer verrechts, dat links kleiner wordt, ondanks de groei van GroenLinks. Ja, stukken spannender, omdat je natuurlijk met Wilders zit. Hè? En kijk, ik vind het wel goed dat Wilders er tegenaan zit. Maar hij mag niet de macht hebben in mijn ogen. Dus. Het waren eigenlijk niet de 2 grote partijen die we kennen van CDA, PvdA. Maar gewoon, er zijn zoveel andere partijen en de manier hoe er ook reclame werd gemaakt. Ja, het zat dicht bij elkaar. De verkeerde partijen hebben te veel lawaai gemaakt. En dan kreeg je rellen van, zoals in Rotterdam of in Den Haag en dergelijke. Ja, wat vond u daarvan inderdaad, het verhaal met Turkije? Nou, ik vind als je Turk wil zijn, dan moet je naar Turkije gaan. En hier zijn we, hier doen we dat anders. Het meest opvallende van deze verkiezing. Ja, dat de opkomst te hoog was deze keer. Nee, 88%, 83%, dacht ik. En hoe nu verder? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, ik hoop wel dat het een beeld geeft voor heel Europa. Dat wij niet, dat het zeg maar, dat er ergens wel een grens getrokken is. Dat er niet, zeg maar, zoals de extreemrechtse partijen dan zeg maar, de grootste worden, zoals PVV. En dat we toch wel een beetje, hopelijk, een voorbeeld geven aan heel Europa dat het ook anders kan. Maar het zal wel VVD, CDA denk ik en D66 denk ik zoiets worden. Ik heb die heren heb ik zelf 6 jaar gereden. Ik ben directiechauffeur geweest. En ik denk, wat je stem je. Het wordt allemaal niks. Het kost klauwen met geld. Ja, vorige verkiezingen was gewoon een economische crisis. En nu is het niet. Dus ja, hopen dat de mensen gaan voelen in hun portemonnee. Ja, ik denk dat het goed voor Nederland is als gewoon VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is gewoon een stabiel kabinet. Als ik het zo vanmorgen las in de krant of gisteren,
Dan heb je natuurlijk de VVD, want die staat bovenaan. Met het CDA en D66, want ik ben God, ik vind het toch wel een man die weet wat hij zegt. Ik zou willen dat ik zou meer voor de ouderen doen en ik zou anderen meer laten sporten. Zoals kinderen meer laten sporten, want het is niet echt gezond als je niet sport, vind ik. Nou ja, wij hadden zelf, mijn man en ik, al een beetje uitzitten dokteren. Wat ze ongeveer gevormd zijn geworden. Dus VVD en dan al die rechtspartijen, D66 en ja, GroenLinks is moeilijk. Ja, ik denk dat ze er uiteindelijk wel uitkomen. D66 en VVD en het CDA. Ja, alleen de aanvulling, dat zal denk ik wat meer puzzelen zijn. En ja, ze moeten natuurlijk nu wel meer compromissen sluiten. Maar we hebben ook gezien dat als je twee partijen hebt die heel erg uit elkaar liggen, zoals VVD en PvdA, dat totaal geen succes is in de praktijk. Nou, dat we gewoon verder met het land moeten, met werkgelegenheid en met de immigratie van de mensen. En ja, kijk, ik vind de echte immigranten, die moet je helpen. En degene die hier gewoon maar binnen komen vallen, ja, die moet je zorgen dat het door het land uit moet. En als u kijkt naar wie met wie in de coalitie? Ja, kijk, het liefst zie ik gewoon weer dan de VVD met de PvdA en misschien CDA. Ik denk toch dat het een plaatje wordt van VVD, CDA en D66. Ik denk dat wat er nu was, aangevuld met CDA, dat het weer goed komt. Eigenlijk zou de mensen, die grote partijen, of de mensen die hebben gewonnen, die zou je eigenlijk zitting moeten geven, want ze vertegenwoordigen het volk. Als je kijkt naar GroenLinks, dan is het de jeugd die daarop gestemd heeft. Dan zou je zeggen van, hey, zou je die misschien niet laten mee regeren? Maar dan heb je eigenlijk ook PVV, heb je ook de mensen daar, hebben daar recht op. Weet je wel, dat er in zo'n parlement iedereen eigenlijk vertegenwoordigd is.